allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk op de abonneerbutton, like deze video en druk op belletje. En lees even de beschrijving, dan komt alles dik in orde. Nou, we zijn lekker vroeg wakker vandaag, want we gaan vandaag de deur uit. En we nemen jullie vandaag gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En dan komt alles prima dik in orde. Dus we gaan Daan even wegbrengen, want die moet voor een onderzoek voor school ergens zijn. Dus dat krijgt hij dus vandaag. En ik heb ook dan nog een afspraak en kijken tussendoor, moeten ook Daan halen en dat soort dingen allemaal. En goed, ik laat jullie een beetje verrassen vandaag en geniet er in ieder geval van. Dus yes! Brian. Zo, we zitten in de auto. Op een afspraak. Het is nog vroeg. We hebben kort geslapen vannacht. Een heerlijk ontbeten, lekker koffie gedronken, dat soort dingen allemaal. Dus het is vandaag de laatste. Sla rechtsaf naar de Servatiestraat. Het is hoe heet het? De laatste vakantiedag van het zuiden. Dus. Dan komt alles wel weer dik. Over 100 meter, neem op de rotonde de eerste afslag naar de Willem-Barendsweg. Claire wijst ons de weg. Ja. Nou, wij gaan er vandoor. En dan even kijken dadelijk. En dan komt alles weer dik in orde. Dus, blijf 800 meter. We zijn op de bestemming, zijn we aangekomen. Alleen, wat is het geval? Ze zijn overal aan het werken. Dus overal liggen de straten open. Dus we hebben met een omweg. We zijn wel op tijd, daar niet van. We zijn hier bij een of andere gezondheidscentrum in Landgraaf. Ja goed, dus we gaan ons hier melden en dan komt alles dik in orde. En zo staan we weer buiten. We hebben even een kort gesprekje gehad, dat is wel goed. We komen Daan strakjes halen, want die blijft hier even. En dan, hij moet wat onderzoekjes doen voor school. Dat is dan even hier, dus ondanks dat we dan om hebben moeten rijden, waren we toch wel redelijk op tijd, nogmaals. Dus dat is dat. We gaan er wel vandoor. En dan, kunnen we andere dingetjes ook nog even doen. Ja, vandaag wordt denk ik veel gereden in de auto. Ja. Dus, op naar het volgende. En we zitten weer in de auto. We hebben even lekker gechilled. Ik heb even een kopje koffie gedronken. Nou, wij gaan er wel vandoor. Wat is nou de bedoeling? Ik ga jullie even naar de huisarts voor de uitslag. Ja goed, we moeten weer omrijden. Zoals gewoonlijk. Dus komt allemaal dik in orde. Yes! Okidokidokido. Zo, op naar de huisarts. Zo, we zijn nog bij mijn huisarts. Dan moet ik even wat ik al zei voor de uitslag. Dat gaan we doen. Ik heb het nog een paar keer gezegd. Dus ik ga me even melden. En dan gaan we naar binnen. Yes. Nou, deur is open. Linda komt. Dan ga ik me even melden. En dan zijn we zo klaar. Nou. Zo, ik heb me even gemeld. Dus we moeten even wachten. Dan zijn we zo in de beurt. Hallo. Hallo. Wie kent dat niet, hè? Ja, nou, even wachten en dan gaan we zo naar binnen. Ja, we gaan naar binnen toe. Spreken we later. Zo, en zo staan we weer buiten. Dus het was allemaal prima. En succesvol. Kijk eens, wat een donkere lucht. Nou, wij gaan nu naar Daan toe. Want ik denk dat het wel langzaam tijd is. Ja, ja. Dus die gaan we dan ophalen in Landgraaf. En dan nemen jullie nog gezellig mee. Want we moeten nog andere dingen doen. Yes! Oeh, wat is het warm in de auto? Nou, wij zitten lekker in de auto. Riem om en richting Landgraaf. En dan zijn we op de volgende bestemming aangekomen. Waar Daan is. Daar gaan we dus ook even naartoe. Dus we zijn nog een beetje vroeg, maar dat maakt niks uit. Dan kan hij ook zo dadelijk mee als hij klaar is. Dus, en ik denk dat het wel goed gegaan is. Ja. Het is een goede dag.
Ja. Nou, we gaan naar binnen toe en dan moeten we naar boven. Dat is 2e etage. En dan, yep. Yep, 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 yeah, 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 yeah. Nou, naar binnen. We zijn hier binnen. Even wachten. Hij zit in het kamertje ernaast. Yep. Toppie. En zo lopen we ook heerlijk naar buiten. Deze kant op dan. Nou, dan is er ook weer alles zo zoet gegaan. En dan is dat ook weer achter de rug. Hè? Ja. Nou, wij gaan naar de auto. Linda komt eraan. En dan gaan we er weer vandoor. Het is vandaag echt een autodag, zullen we maar zeggen. Of ochtend. Hè? Dus ja, autodag. Tot we veel met de auto weg mogen gaan. Hè? Nou, in de auto. Is het een auto? Op naar de supermarkt. Goed, het is nog even een stukje rijden van hieruit. Maar het komt goed. Yes. Nou, tot bij de supermarkt. Doei. Zo, en we zijn bij de supermarkt. Kijk, tadaa. We hebben een hoop flesjes en blikjes en weet ik veel allemaal. Dus die gaan we eens inleveren. Hè? En dan, ja, hebben we dat ook weer dadelijk ingeleverd. Dan gaan we een paar boodschappen halen hier. Ja, soms komt het voor dat we eens vaker hier komen. Maar niet getreurd, we gaan hier naar binnen. Het is druk bij de lege flessen. Ja goed. We gaan naar binnen. Toch, de flessen hebben we ingeleverd. Dus we hebben een kleine 20 euro. En dan komt alles dik in orde. Ja, het is file bij de file was het bij de lege flessen. Ja goed, doen we niks aan hè. Dat is als je net komt en iedereen staat te wachten, ja dan krijg je file hè. Net zoals met de auto's hè. Als er heel veel mensen in ene gekomen, ja dan krijg je dit. Nou, we gaan verder. Zo, we hebben alles op naar de kassa. Yes. Mooi. Zo, en zo hebben we de boodschappen. Dus we zetten de kaart daar terug. En dan gaan we weer richting auto. Dus hebben we hier weer een paar boodschappen voor een paar dagen. En dan komt alles zo dik in orde. Op naar de auto. Yay! Yes, yes, yes. Zo, en dan zitten we in de auto. Nou, we gaan nou denk op naar huis. Ja. En anders merken jullie wel vanzelf. Hè? Picobello, BV. Oh, mag ik niet zeggen, want dan maak ik wel reclame. Nou, wij gaan die kant op. In ieder geval naar Nederland toe. En we zijn weer thuis. Nou, de boodschappen hebben we uitgepakt. Laat ik heel even zien. Er zijn niet zo heel veel. Ja. Wacht even. We beginnen hier. We hebben hier geraspte kaas. Lekker salade, boter. Erwtenwortelen, pastasaus, sponsjes, wc-papier, een fles cola, 3 flessen ijsthee, 2 pakken melk en gehakt. Dus dat is nu voor eventjes. Dus, maar ja, goed. We gaan dadelijk gaan we even andere dingen nog halen. Want ja, goed. We gaan eerst even lekker wat eten, even lunchen en dat soort dingen allemaal. Intussen deed Linda dit even op en dan kan ik de broodjes weer afbakken wat we hadden gekregen. Ja, dus dat ga ik maken en dat gaan we eten en dan zie je mij zo meteen weer. Yes, dus okidoki en tot zo bij lunch. De broodjes zitten erin, dus kan dat ook lekker warm worden en ik heb de tafel even een beetje al gedekt. Dus yes, dat is dat. Dan gaan we daar lekker lunchen en dan ja, ik ga dan lunchen, Linda. Had geloof ik al gegeten, hè? Ja. En Daan is boven aan het gamen met zijn vriendje. Die had hij al in de auto al gebeld. Dus, we wachten even tot het klaar is. Zo, de broodjes zijn klaar. Hopla. Hopla. Het is toch wel weer lekker. Jalala. Halala. Halalalalalala. Feeling hot, 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 hot. Oeh. Hoeha, hoeha, lekkere verse broodjes, ja ja. Nou, ik ga lekker lunchen.
Lekker eten, smikkelen en smullen, heerlijke broodjes. Zo zitten we van de tafel, zitten we zo in de auto. Nou, we gaan naar de laatste supermarkt denk ik voor vandaag. En anders zien we dat wel weer verder. Dus we gaan die blikjes inleveren en flesjes en ga zo maar door. Dus yes. Kijk hè, dames en heren. Kijk. Let op hè. Wat een statiegeld. Nou, dat is 2,5 zak. Huh? Twee zakken. 2,5. Twee zakken. Maar ja, we zijn hier bij Albert Heijn. Dan gaan we even hier naar binnen. En dan gaan we dat eerst even inleveren. Dan hebben we tenminste plaats in de wagen. Dat scheelt ook alweer. Hè. Yes. En we zijn weer binnen. Ja, lekker binnen. Zo'n ding. Dan gaan we naar de... Nee, nee. Dan moet je pinnen. Ja, nou, ik loop alvast. Tot zo. Zo, we zijn de rotsen zijn we kwijt. Ja. Het had toch wel een kleine 25 euro had het opgeleverd. Dus ja. Yeah, nou, we gaan boodschappen doen en dan... Wil je weer eens een keer cupcakes of een cake? Nee, nou niet. Nou, we gaan even verder shoppen, hè. In de supermarkt. Wat zeg jij? Jippie, ja, hey, jippie, ho, ho, ho. Zo, wij hebben alle boodschappen, dus dan hebben we dat in ieder geval helemaal klaar. Dus, op naar de kassa. Yes. En zo lopen we naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. Ja, ja. Nou, even de auto zoeken. Oh ja, hiervoor. Dat is altijd nog even een dingetje op ons. Neer. En dan geeft men weet je het gewoon niet meer even. En dan, ja goed. Maar het komt toch uiteindelijk altijd wel weer goed. Jippie, jippie, ho. Zo, dat erin. En dan zijn we klaar. Hopla. Op naar huis. Oh, kijk uit, daar staat een auto naast je. Ja. Ik kijk even niet uit, maar goed. Kan de beste overkomen, hè. Nou, we zijn compleet, dus... Op naar huis. We zijn weer thuis. Nou, ik zal de rest even van de boodschappen laten zien. Kijk, dat is sowieso de gids, water, lekkere pizza. In zero siroop, komkommer, nog een komkommer, twee flesjes cola, frikandellen en hamburgers. Nou, dit gaan we opruimen en dan zijn we helemaal compleet. Zo, we zijn weer even wat verder. Ik ga heel even met de fiets er vandoor. Ja goed, dan nemen jullie gezellig mee. En volgens mij wou Daan met mij ook mee, maar ja goed, is dat daar even toe. Maar dan merk je wel vanzelf als hij mee wilt gaan. Dus... En als ik onderweg wat tegenkom, laat ik jullie sowieso zien. Nou, we zijn lekker aan het fietsen. Heerlijk. Ik heb de berg op moeten fietsen met Daan achterop. Zie je, Daan is bij mij. Dus, heerlijk, lekker zo fietsen. Het is gelukkig droog. Het is gelukkig droog. Het regent lekker niet. Heerlijk. Kijk maar. Tadaa. Dat is een beetje bewolking. Ja. Zit je lekker? Top! Dan ga ik gezellig verder fietsen. Ja, ja. Een aantal jaar geleden heb ik hier op deze werkplek, wat jullie daar zien, heb ik gewerkt. Maar dat is allemaal afgebroken. Want wat is het namelijk? Het zou hier, deze hele plek, gebouwd worden met het maankwartier. Maar het schijnt dat dat uitgesteld is. Dus kijk, hier is het busstation. Het busstation is hier. Wel mooi, hè? Het is bijna helemaal dicht. Over een paar jaar is het helemaal.
allemaal dicht. Dus ja, goed. Dat zou hier dus allemaal komen. Ook allemaal gebouwen, kantoren en dat soort dingen allemaal. Maar ja, dan moest het ook bezweken worden. Maar ja, goed. Maakt de rest niet zo heel veel uit. Ja, goed. En hier heb je dan het maankwartier. Is waar de Jumbo is. Het station. Daar. Tada. Tiaradi. Ja, zo fietsen we een heerlijk rondje. Daan zit lekker achterop. Kijk, dat is dan het maankwartier. Dat is deze kant. Yes! Super! Fantastisch! We zijn er bijna op de plaats. En dan ben ik even hier beland. Ja, samen met Daan. Dus we gaan even hier op bezoek. En dan, want Linda had niet zoveel zin om mee te gaan. Dat kan, hè. Dus ja goed, dan gaan we even naar binnen. Dus, yippie! Met de fietsen al. Zo, wij gaan weer naar buiten. Doei! Ja, wij gaan er weer vandoor. Hebben we even wat geholpen weer. Dus wij gaan er weer op de fiets er weer vandoor. Nou, ga je mee, Daan? Ja. Ja, nou, wij gaan er vandoor. Doei, tot thuis. Zo, dan zijn we even in de winkel. We hadden nog een paar blikjes gekregen. En dan gaan we die even inwisselen, hè? Ja. Dan zijn we weer bij Albert Heijn. Huh? Maar goed, het is niet zo heel veel, maar ja goed, kunnen we wel producten kopen. Halen. Kunnen we toch wel wat kopen. Wat zeg jij? Ja. Ja, top. Nou, inleveren. Hebben we nog even? Dat, dus gaan we naar de kast. Zo, kijk eens wat we hebben gekocht. Lekker groente mini lumpia's. Nou, dat gaat erin. Ja goed, we moeten even een klein stukje fietsen. Maar goed, dan hebben we dat als extra als snack erbij. Nou, wij gaan daarvan door. Huh? Ja. Nou, stukje fietsen, berg op, berg af. En dan zijn we zo bijna thuis. En we zijn weer thuis. Nou, wij gaan heerlijk lekker eten maken. En wat gaan we eten? Die ga ik hierin doen. Met bakfolie en dat soort dingen allemaal. Nou, ik ga eerst eens even al de frietjes erin doen. Goed, dat is wel genoeg voor mij en Daan. Even op de juiste dingen zetten. Hè. Zo. En dan is het ook alweer helemaal klaar. Nou, frietje op de grond. Nou ja, goed. Zo. Nou, dat is dat. Ik heb net voor de kat uitgelegd. Die ga ik, gaan we heerlijk van smikkelen en smullen. En wat hebben we erbij? Lekker frikandellen. Hier zijn ook nog frietjes. En we hebben nog twee bami blokken. Dus dan hebben we ook heerlijk de buik weer vol. Dus dat ga ik doen. Ik ga ook even tafel dekken. En de kat zit heerlijk lekker buiten. Ja, lekker buiten, hè. Ja. Het is nou gelukkig niet meer zo heel erg warm. Ja goed, ik heb er wel even geholpen. Maar ja, binnen voel je toch dat er nog een beetje benauwd is. Maar ja goed, ondanks dat, ik ben blij dat ik tot het af is gekoeld. Dus ja goed, dat is dat. En met dat fietsen is het ook heerlijk. Dus ja, ik ga verder en dan kom ik met en met bij jullie terug als het bijna klaar is. En dan komt alles dik in orde. Dus, lekker eten dadelijk. Oh nee, eerst wat dingen doen. Zo, de oven is klaar. Dus we gaan die lekkere lumpiaatjes hierin doen. Goed. Hadden we kunnen zeggen van, we gaan dat doen. De frietjes zijn ook bijna klaar. En dan komt alles weer dik in orde. Oh, we moeten nog tafel dekken. Linda, kan je even gewoon helpen? Tafel dekken. En dan komt alles weer dik in orde. Nou, dat gaan we doen. En dan komt. Yes! Prima! Zo, de frietjes zijn klaar. Ze zijn een beetje wat uitgelopen, maar goed, dat mag de pret niet drukken.
En dan doen we deze ook nog erin. Dus dat kan ik die met Daan delen. En dan eet ik misschien daar nog wel wat van. Mijn frietjes! Ja, dat doen we samen delen. Nou, dat is ook klaar. De lumpiaatjes zijn ook bijna klaar. Dat gaat aan. En dat nemen we ook mee. Dus, ja goed. Dan kunnen we lekker gaan smikkelen en smullen. Ik moet alleen nog even drinken pakken. Maar dat komt wel goed. Dus, lekker eten. Zo, de lumpiaatjes zijn warm. Lekker warm. Ook dit kan, hè. Kijk eens. Oh, zalig. En dan gaan we die ook hier lekker in doen. Hopla. Ja. Dat ben ik toch ook moeilijk aan het doen, hè. Zo. Kijk. Dan scheelt dat weer. Hè? Dankjewel voor de tip, hè. Dan hebben we lekkere lumpiaatjes. Huh? Ik heb kiek gespeeld. Nou, Linda, je mag wat lumpiaatjes eten. Nou, wij gaan ook, ik ga daar ook even wat eten. Ik heb die ene friet heb ik erin gelegd. Dus, dan komt er alles dik in orde. Dus even in de gaten houden. En dan gaan we lekker smikkelen en smullen. Dus, we gaan eten. Zo, we hebben de lumpia's hebben allemaal opgegeten. En dan ga ik even kijken of de frietjes, want Linda wil ook wat frietjes eten. Die zijn ook alweer klaar. En dan doe ik even de frikandelle erin. Ja, ja. Nou. Kan Linda ook wat frietjes eten? Kom maar, Linda. Nee, even frietjes. Ik heb een ja. Dan gaan we lekker eten. Hebben. Ja, die heb ik net erin gedaan. Dus die komen eraan, die komen eraan. Rustig aan. Kijk, de kat komt ook al kijken of er wat te eten is. Ja, kat is er. Ja. En dan gaan we nog even lekker verder smikkelen en smullen. Zo, ik heb wat frietjes hebben we gegeten. Oh, kijk eens. De frikandelletjes zijn klaar. Nou, en dan die nog erbij. Hopla, de laatste bamies. En dan is alles op. Even die wat omhoog. De cijfers omhoog, hoog. Die cijfers omhoog. Nou, dan kunnen we lekker frikandellen eten. Frikandellen! En een broodje meegenomen, dus we gaan eten. Zo, we hebben lekker gegeten. Ik denk dat de bamieblokken wel warm zijn. Dat denk ik toch wel. Nou, dat is het laatste voor vandaag. Dit. En dan scheiden we ermee uit met lekker eten. Huh? Dus dat hebben we gedaan. Dus dan gaan we even verder. Zo, wij zijn klaar met eten. We hebben alles hebben opgeruimd. Ja, opgeruimd. Kijk maar. Tada! Alles voor zover opgegeten. Of eigenlijk alles opgegeten. Ik ga de boel hier een keer opruimen, de vaat aanzetten en dat soort dingen allemaal. En dit even in de vaat zetten. Dus we hebben nog even wat te doen, maar dan kunnen we dan ook weer andere dingen doen. Dus, yep. We zijn weer even wat verder. Alles is weer opgeruimd. En kijk eens, tadaa. Dat is ook weer helemaal mooi schoon. En ja goed, bij deze ga ik de vlog ga ik dan voor vandaag beëindigen. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wel van de hele dag. Laat in ieder geval even een hele leuke, lieve reactie achter. En dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel een like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval, bye bye. Zwaai zwaai. Tot morgen. Doei.